Jerry, die afgelopen wedstrijd belangrijk met een, in ieder geval een goal, maar waren het nou één of twee assists? Ik uh, tel hem gewoon als twee. Want die andere? Ja, die andere hebben ze niet uh, officieel aan mij gegeven, maar uh, ja, soms moet je ook gewoon wat toe-eigenen. Hij kwam inderdaad via de rug van de tegenstander uh, voor de voeten van Odi, van maar jij raakte hem dus ook nog? Ik raakte hem ook nog, ik uh, schampte hem. En uh, ja, in principe weet je vroeger uh, wie schiet is koning, toch? Dus ja, ik vind dat ik hem uh, op mijn naam hoorde krijgen. Wat in ieder geval op, op, op jouw naam staat, is die goal. Uh, hoe lekker is dat? Ja, is wel lekker. Uh, Tijdens droog gestaan, natuurlijk, na een uh, snelle goal. Uh, een aantal kansen gemist. Uh, dus ja, dat is wel weer lekker om, uh, om een doelpuntje mee te pikken. Hoe is dat voor jou? Om dan, hè, ja, vroeg scoren is natuurlijk lekker, maar daarna komt er een tijdje een, een, een droogte. Hoe ga je daarmee om? Ja, is dus gewoon uh, je ding blijven doen. Uh, de dingen die goed gaan uh, benadrukken. Uh, bezig blijven met uh, wat er beter kan. En uh, kijk, uh, je kan niet verleren. Hè? Fietsen verleer je ook niet, dus uh, scoren verleer ik ook niet. Maar kun je dan nu stellen dat je uh, die droogte van je af hebt gegooid en dus nu ja, los bent? Ja, ik denk dat de vorige wedstrijd uh, tegen de Graafschap al zag dat ik vaker in uh, een scoringspositie kwam. Dus ook wat meer in mijn uh, flow kwam en uh, tegen uh, uit dat zich ook uh, in een doelpunt. Morgen wacht Helmond Sport. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik denk een lastige wedstrijd. Uh, uh, ik denk dat het een lastige ploeg is. Uh, ook al staan ze niet zo hoog. Uh, het is een ploeg die uh, ja, niet echt uh, wil voetballen. Uh, maar wel wil vechten voor iedere bal. Dus uh, wij moeten ons gewoon, uh, daar goed tegen wapenen. En uh, zorgen dat we die drie punten meenemen. Hoe kunnen we daar ons best tegen wapenen? Nou, ik denk dat we de afgelopen uh, weken steeds beter in het spel komen. Uh, en dat we nou ja, uh, beter uh, gaan voetballen. Ik denk dat als we dat tegen hun ook gaan doen. Uh, dat we dat hun moeilijk kunnen maken. En dat uiteindelijk uh, hun in de vermoeite gaan komen. En uh, wij dan weer kunnen scoren. Na Helmond uh, wacht voor jou ook nog uh, een mooi tripje. Want je gaat naar Thailand. Ja zeker. Ik uh, ben opgeroepen voor Suriname. Dus dat is uh, hartstikke mooi. En uh, ja, mijn eerste keer. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik laat het allemaal afkomen. Ja, je hebt onlangs de formaliteiten zoals het dan heet, afgerond, dus je bent uh, op nou, en dat is nu uh, voor het eerst. Ja. Hoe is dat voor jou? Uh, ja, mooi. Uh, vorige periode was, uh, was het nog niet geregeld met de paspoorten. Uh, dus uh, ja, ik ben er hartstikke blij mee en uh, ja, zoals ik zei, ik laat hem afkomen kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Eerst Helmond morgen en daarna een mooi avontuur. Jazeker.